Yo mensen, Jarasky hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 1250 sharpshooterpunten hier op Black Ops 2. Vorige aflevering had natuurlijk weer de 1250 likes behaald. Daarom gaan we vandaag opnieuw proberen. We moeten de dubbele punten houden, we moeten zorgen dat we niet dood gaan. We beginnen met een Remington 870 MCS en we gaan knallen op de map raid. Kom op, we gaan die 1250 punten halen, man, ik voel hem. We moeten gewoon de hele tijd hier natuurlijk op de map raid of domineren bij de A-vlag of domineren bij de C-vlag. En we beginnen gewoon aan deze kant van de map. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Oh! Die wordt nu al gekilled. Oh, en die wordt nu al gekillstealed. Hey, dit is echt het beste begin ooit, man. Ik krijg allemaal hitmarkers. Ik word gekillstealed. Mensen die pakken allemaal kills af. Dat is al kill nummer 3 die is afgepakt. Dus echt helemaal toppie, jong. Helemaal toppie, hero. Die Remington is echt een kutwapen. Ik vind het een chill wapen. Maar soms is dat wapen echt zo vaag. Want dan krijg je een hitmarker. En iemand anders krijgt opeens geen hitmarker. En jij wel. En dan hij weer niet. En dan hij weer wel. En jij weer niet. Dus het is een beetje raar altijd die Remington. Als iedereen hem in zijn handen hebt. Meestal is namelijk gewoon één iemand in die game natuurlijk die hem in zijn handen hebt. Maar we hebben de dubbele punten. Die moeten we natuurlijk nu gewoon behouden. En als we die dubbele punten kunnen. Oh! Als we die. Oh! Als we die dubbele punten. Oh! Oh, als we die dubbele punten kunnen behouden, dan krijgen we natuurlijk heel veel punten per kill. Dus dat moet gewoon goed gaan, man. Staat select fire op, staat select fire op. Dus dan kunnen we automatische maken. Dat is het chill aan zo'n select fire attachment. Dan kan je een FAL, wat dit dus is, kan je geheel automatisch maken. En oprotten jij. En we moeten echt gewoon die dubbele punten houden. Dat is alles aan deze serie, man. Gewoon niet doodgaan. We hebben nu merciless, kom op. Niet doodgaan, dat is alles. Alles. Dat is natuurlijk het moeilijkste in Call of Duty, niet doodgaan. Maar het moet in deze serie. Zo makkelijk is het. Het moet. Het is niet de kwestie van willen, maar het moet. Je moet niet doodgaan in deze serie. Headbiz! Oh, wat een geluk. Holy fucking schijt. Oh! Oh, ik moet reloaden! Ik moet reloaden! Ik had een frenzy kill! Ik had een frenzy kill! Let's go, jongens! Let's go! Holy shit, dat was epic. Dat is een 5-man multikill als je een frenzy kill krijgt. En eigenlijk moest ik nog even doorgaan. Dit is een Noobtube lounge natuurlijk. Die kent iedereen wel, volgens mij. Dat ding is schijt irritant, want je gaat er alleen maar dood door. Maar ja, je krijgt hem nou eenmaal in je handen, dus je moet er ook gewoon mee gaan killen natuurlijk. En je moet gewoon zorgen dat je niet doodgaat. Dat is alles aan het kut ding. Zorgen dat je niet, auw, doodgaat. Dit is zo irritant als je zo'n wapen in je handen krijgt, een sharpshooter, man. Het is nu gewoon geluk hebben dat je niet doodgaat. Dat is alles. Dat is alles aan zo'n wapen. Geluk hebben, klaar. Je kan hier geen skills mee hebben. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is gewoon random in de rond te schieten. En de kills die stromen vanzelf wel binnen natuurlijk met zo'n ding. In mijn rug komt er een. Kijk maar, zie je, je hebt er geen skills voor nodig. Je moet gewoon schieten en hoop dat je raak schiet. Dat is alles. Snel reloaden en dan weer doorgaan. Oh, hitmarker, serieus. Serieus, jongens. Hij is namelijk buiten gesprongen, man, die vent. Loopt er hier ook nog heen. Go! Oh, hitmarker en de volgende wapen komt eraan. Dus het is DSR met aquascope. Oh shit, ik heb nog nooit met een aquascope gesniped in dit spel. Jonge maat. Oh my god, dit is raar. Dit is zo fucking vaag. Oh shit. Yes, dankjewel. Ik heb nog nooit met een aquascope gesniped in dit spel. Dus dit is echt gewoon nieuw voor mij. Maar ja, we gaan het uitzoeken, man. Of ik er goed mee... Oh, dankjewel. Of ik er goed mee ben of dat ik er kapot slecht mee ben. Maar dit heb ik nog nooit gedaan, man. Wie zou er überhaupt snipen met een aquascope? Dat is toch kut? Ah, jongen. Ik vind het helemaal goed, joh. Ik heb hier nog nooit mee gesniped. Laat me nou even inkomen of zo, joh. Daar heb je geen tijd voor hier, hoor. Je kan niet inkomen. Het is een kwestie van killen. Uh-oh, jongens. Kom allemaal naar mij toe. Kom naar mij toe, want het volgende wapen komt eraan. Ik wil nog één kill maken met dit ding. Nog één kill, één kill. Nee, godverdomme. Hij rent gewoon voor me weg. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Hij rent gewoon voor me weg. Stop. Kijk op je minimap. Achter je, achter je, achter je, achter je. Ja, dankjewel. Hè? Het duurde een half jaar, maar hij draaide zich eindelijk om, joh. Wat een feest. Holy shit, jongen. Daar kost allemaal kostbare tijd als dat is gebeurd, dit soort momentjes. Want daardoor kan je dus niet meer veel kills maken achter elkaar. Dat iemand gewoon je niet ziet staan op die minimap. En als ze gewoon even goed kijken, dan zien ze je gewoon staan, kunnen ze je gewoon killen. En dan letten ze weer niet op, man. Dat is zo schijt irritant als sharpshooter. Want je moet natuurlijk gaan voor ongeveer 60 kills, wil je de 1250 punten halen. Maar als ze dan voor je wegrennen, ja, dan gaat het niet zo snel, hè, 60 kills halen. Maar ik moet even weer reloaden. Spant er ook een achter menu. Hé, maat. Oh, dankjewel. Pff, ik dacht dat hij al dood was. Oké, misschien kunnen we nog één kill pakken, maar ik denk het niet. Oh, nog wel. En nu komt de volgende wapen eraan. Let's go. Het is een KAF-40. KAF-40 is een secondary. Natuurlijk een automatisch secondary wel te verstaan. En oh, ik dacht dat hij al er was, man. Of dat hij er nog niet was. Kut. Kom op, we moeten tempo, man. Let's go, KAF-40. Kom op. Staat er hier één? Let's go. We moeten echt tempo er hier achter gaan zetten. Er komen nog twee wapens aan. Dit is de ene laatste. Het crash. Oh, ik heb hem. Dit is de ene laatste wapen. Als we hiermee snel kunnen gaan. Als we hiermee base kunnen gaan. Met het volgende wapen. Het laatste wapen ook base kunnen gaan. Krijgen we 40 punten per kill. En dan kunnen we dus alsnog die 1250 punten halen. Want 570 nu. Hoppatee. 590 nu. 3, 2, 1 spant er nog een hier. 610 nu. Kom op. Sneller, sneller, sneller. Gelukkig kan ik een beetje hoofd rekenen. Zometeen zeg ik het verkeerd, man. Kom hier. 630 als ik die vent kill.
Ja, dankjewel. En 650 als ik... Oh, oké, okay, dit is een M8, dit is een M8. 40 punten per kill, 40 punten per kill. Dat is het enige waar ik aan hoef te denken. 40 punten per motherfucking fucking kill. Hoppatee, 40 punten erbij. Hoppatee, 40 punten erbij. Kom op, kom op, kom op. Dit moet heel snel gaan. Hoppatee, 40 punten erbij. Het enige waar ik aan hoef te denken. 40 punten, 40 punten, 40 punten, 40 punten. Kom op, spannen mijn richtpunt, alsjeblieft. Ja, die vent die zit daar. Ik kan er niet op. Kut, ik moet wel. Het is heel dom wat ik nu doe, maar ik moet wel. Oh, 40 punten erbij. Kom op, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug! Ik moest reloaden, man. Ah, shit, nu hebben we 830 punten. Jammer, man. Jammer, jammer, jammer. Nog 20 puntjes erbij. En nog eens een keertje 20 puntjes erbij en nu zit het potje erop. Ah, jammer, man. Heel veel punten gehaald, dat wel. Jammer, jammer, jammer. We doen het volgende keer wel weer opnieuw, hè. Zo makkelijk is het met deze serie. 890 punten, dat is heel veel. En oh, nog bijna erbovenaan. Heel veel punten gehaald, hoeveel kills hebben we? 47, man. Zie je, je moet echt gewoon die 60 kills halen in dus 5 minuten tijd in de game mode sharp doen. De edge is gewoon een geluk van een goede wapens krijgen. Misschien, als we die dead machine niet hadden gehaald of iets, dan hadden we het misschien wel kunnen halen. Maar ja, dat is natuurlijk aan Call of Duty wat voor wapens je krijgt. Maar alsnog, we hebben wel gewoon weer heel veel punten gehaald. 890. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet hem niet te liken en tot de volgende keer, mensen. Bye bye.